12 minuten over 1. Fijn dat je erbij bent. We gaan het hebben over een heel belangrijk onderwerp. We hebben dit onderwerp niet eerder behandeld. En dat wil ik graag bij deze doen. We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we last hebben van somberheid. Even je dag niet hebben. Nou, dat herkent denk ik iedereen zich wel eens even in. Maar dit is niet vergeleken met mensen die lijden aan een depressie. Een belangrijk onderwerp om te bespreken met psychiater Frank Gerritsen. Hij is verbonden aan Tergooi Medisch Centrum hier in Hilversum. Dag Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Nou, laten we eens even beginnen bij het woord depressie. Wanneer hebben we last van een depressie? Waar gaat dat dan over? Ja, je zei net al, hè, we hebben allemaal wel eens een keer een dagje dat we een beetje somber zijn, of dat we geen zin hebben om uit bed te komen, of niet zoveel zin hebben. Dat is niet wat een depressie is. Dat is wel een beetje wat onderdeel is van een depressie, maar mensen die een depressie hebben, die voelen zich eigenlijk de hele dag, elke dag somber en kunnen niet meer van dingen genieten, hebben geen energie meer, kunnen zich niet concentreren, slapen eigenlijk amper of juist heel erg veel, hebben geen eetlust meer, vallen af of eten juist ontzettend veel, omdat dat het enige is wat nog een beetje fijn kan zijn. Dus het is eigenlijk heel veel meer dan dat. Ja, dus een dagje een beetje somber zijn, dan kun je niet zeggen dat je depressief bent. Nee, dan kun je zeggen, ik ben somber. Ja. Of ik voel me somber, of ik ben een dagje somber. Maar niet zeggen, ik heb een depressie. Maar dat is echt wat anders. Ja. Hoe lang duurt een depressie dan? Hoe lang moet die somberheid aanhouden en al die andere verschijnselen waar je het net over had, voordat je kunt praten van spreken van depressie? Ja, formeel zijn er allemaal afspraken over. De een spreekt dan over, dat moet minstens 2 weken aanhouden, of nog wat langer soms. Maar het moet in ieder geval wel echt langer zijn dan een paar dagen. Ja, hoeveel mensen raken er in ons land eigenlijk op jaarbasis depressief? Van alle mensen in Nederland wordt 20% eens in het leven depressief. En dat zijn ongeveer 800.000 mensen per jaar in Nederland die een depressie hebben. Wat een groot aantal, 20%. Ja, dat is echt heel veel. Ja, zijn er verschillen bij mannen en vrouwen? Ja, vrouwen worden vaker depressief dan mannen. Dus, waardoor komt dat? Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Er is natuurlijk best wel veel onderzoek naar gedaan. En met het risico dat ik een klein beetje generaliseer, heeft dat er wel mee te maken dat vrouwen, denk ik, over het algemeen iets meer geneigd zijn te tobben en te piekeren. Ja. En wat meer over dingen na te denken dan de gemiddelde man. Ja, ja, dat denk ik zeker. Aangezien ik een vrouw ben en mannen om me heen, dat sommige dingen wat makkelijker weg kunnen wuiven. Dan een belangrijke vraag. Hoe voorkomen we een depressie? Want we willen dat helemaal niet. We willen niet depressief worden. Nee, dat klopt. Dat wil niemand, denk ik. Het is heel. Ja, er zijn wat algemene dingen die je kan doen. Hè? En sommige van die dingen, ja, die zijn ook niet zo heel stoer of tof om te zeggen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over rust, reinheid en regelmaat. Dat je elke dag op tijd je bed uitkomt. Uh-huh. Dat je zorgt dat elke dag een structuur heeft. Dat een maandag echt anders is dan een dinsdag en een woensdag of een zaterdag. Dat helpt echt? Dat helpt echt. Want als alle dagen hetzelfde zijn, ja, waarom zou je dan je bed uitkomen? Want morgen is weer gewoon hetzelfde als vandaag. Een beetje bewegen, een beetje sporten, gezond eten. En gezond eten is dan ook gevarieerd. Want als je alleen maar quinoa eet, dan is dat ook niet per se gezond. En alleen maar frikandellen ook niet. Maar een beetje af en toe quinoa, af en toe een frikandel. Dat gevarieerd eten is afwisseling. Dus. Afwisseling. En dingen doen die je leuk vindt, waar je voldoening uit haalt. Sociale contacten hebben, werk of andere zingeving. Dat zijn wel dingen die het leven leuk maken en die dus kunnen helpen om een depressie te voorkomen. Ja. We praten zo meteen verder met Frank Gerritsen. Hij is psychiater van Tergooi Medisch Centrum in Hilversum. En dan kom ik toch ook zo meteen even bij de medicatie. Welke medicatie is er als je last hebt van een depressie? En in hoeverre helpt dat? En speelt erfelijkheid ook een rol? En wat zijn dan die andere triggers? Nou, als je dan eventueel daardoor een depressie krijgt. Heb je vragen? 088-850-51-52. Wil je ze anoniem stellen? Dat kan natuurlijk ook. Back in the old days. Gabriel Rios en Broad Day Light. We praten met Frank Gerritsen, hij is psychiater, praten we over depressie. Frank, wat is nou het verschil eigenlijk tussen een psychiater en een psycholoog? Ja, dat is een hele
het voelt voor mij altijd als van, oh ja, maar dat is toch heel duidelijk, want bij mij in het ziekenhuis is dat heel duidelijk, maar ik vind het dan toch altijd moeilijk om uit te leggen. Maar in het kort is dat denk ik dat een psychiater is een dokter, net als een dermatoloog of een kinderarts of een orthopeed. En wij schrijven dus ook medicatie voor en wij behandelen ook met praten. Praten en pillen doen wij. Maar een psycholoog schrijft geen medicatie voor. Precies, een psycholoog schrijft geen medicatie voor. En die doet ook diagnostiek en die kijkt ook of iets een depressie is of niet. En die kan dat ook behandelen, maar eigenlijk alleen met praten. En ja. Psychiaters hebben ook nog pillen in het arsenaal. Ja, precies. En waarschijnlijk kan een psycholoog sommige patiënten ook doorsturen naar jou als psychiater. Precies, en vice versa. Ja. Speelt erfelijkheid eigenlijk een rol als het gaat om een depressie? Ja. Zeker, zoals bij wel meer psychiatrische stoornissen, speelt erfelijkheid zeker een rol. Maar die rol is nooit 100%. Het is nooit dat je kan zeggen, oh ja, depressie komt voor in de familie, dus jij gaat 100% een depressie krijgen, of 30% of zo. Het is altijd het krijgen van een depressie is altijd een hele ingewikkelde combinatie van erfelijkheid, hoe je persoonlijkheid in elkaar zit, de dingen die je meemaakt, en dat allemaal net op het verkeerde moment eigenlijk. Ja, ja, als het emmertje overloopt, wanneer schrijf je antidepressiva voor? Ik schrijf antidepressiva voor als iemand door de huisarts verwezen is. En dus eigenlijk als de huisarts heeft geconstateerd dat iemand een depressie heeft of het vermoeden daarop heeft en er niet uitkomt. En iemand dan bij ons komt in het ziekenhuis. En ik dan ook constateer dat iemand een depressie heeft. En dan, dan start ik eigenlijk bijna altijd met medicatie. Het liefst ook in combinatie met praattherapie. Omdat ik weet dat maar er zijn toch ook nadelen? Er zijn toch ook bijwerkingen van de antidepressiva? Ja, maar er zijn ook bijwerkingen van bloeddrukmedicatie. En eigenlijk heeft elke pil die je maar kan bedenken, heeft bijwerkingen. En je moet altijd goed afwegen of de werking meer weegt dan de bijwerking. En dat kan ook veranderen op een bepaald moment in de tijd. Maar op het moment eigenlijk dat ik iemand zie die ernstig depressief is en die dus heel de dag somber is, elke dag somber is, niet meer kan genieten van dingen, niet meer eet en echt afvalt en erbij zit, dan weegt dat over het algemeen op tegen de mogelijke bijwerkingen die medicatie heeft. Ja, begrijp ik. Hoe komen we er vanaf van een depressie? Nou ja, ongeveer een derde van de mensen die een depressie heeft, die heeft het geluk dat vanzelf overgaat na een maand of drie tot een half jaar. Drie maanden tot maar een half jaar? Dat is best wel een lange periode. Van die twee derde die overblijft, doen ongeveer 70%, zegt driekwart, doet het heel goed op medicatie en praattherapie. En het restant wat dan overblijft, dat heeft nog wat langer nodig. Ja, antidepressiva kun je ook niet zomaar snel afbouwen, hè? Heb ik wel eens begrepen. Dat klopt, ja. Op zich kan het wel. Je gaat niet dood als je er plotsklaps mee stopt. Maar het kan echt wel heel erg onprettig zijn. Je lichaam is er wel op een bepaalde manier aan gewend. En je kan echt wel onttrekking krijgen. En soms juist ook weer heftige paniekklachten of de depressieve klachten die terugkomen als je het te snel stopt. Dus je moet daar wel rustig de tijd voor nemen. Ja, dan heb ik een vraag van Henny. Er zitten ook een paar vragen bij, maar die zijn redelijk specifiek. Ik denk dat niet handig is om die nu te stellen. Maar Henny vraagt zich af, bij vrouwen komt het vaker voor, zei je eerder. Kan de hormoonhuishouding een rol spelen als het gaat om vrouwen en depressie? Ja, absoluut. Ja, dat is ook onderzocht. En dat zien we bijvoorbeeld ook, dat ongeveer 10% van de jonge moeders die krijgt een depressie net na de bevalling. En postnatale depressie. Een postpartum depressie noemen we dat tegenwoordig. Maar dat is natuurlijk ook iets met hormonen. En we zien ook best wel veel vrouwen die met name net in de overgang of daar tegenaan zitten te hikken. Dat die ook wel, denk ik, vaker depressief worden dan vrouwen die daar nog niet zijn. Of vrouwen die dat al lang achter de rug hebben. Dus ik denk dat het menselijk lichaam streeft altijd naar een soort van evenwicht. En zodra dat evenwicht, zij het hormonaal, zij een ander evenwicht, zodra dat verstoord wordt, dan is dat iets wat denk ik een kwetsbaar moment is voor depressie en andere dingen.
Ja, laten wij al deze woorden, wijze woorden opslaan. Frank Gerritsen, jij bent psychiater dus, Tergooi Medisch Centrum in Hilversum. Even tot slot, stel dat er nu mensen luisteren die dus inderdaad depressief zijn. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Praat erover. Ik weet dat heel veel mensen die zich depressief voelen het idee hebben dat ze dat in hun eentje moeten dragen en dat ze daar met niemand over kunnen praten en dat ze anderen misschien wel tot last zijn door het erover te hebben. Maar zoek mensen om je heen en praat erover. En als je echt niemand hebt om over te praten, dan is er altijd een huisarts of een 113 of andere instellingen. Maar praat erover. En praten helpt echt. En dat maakt het echt minder. Ook al voelt dat misschien anders. Het zorgt voor een beetje verlichting. Precies. Ja. Ja. Dankjewel. En ik hoop je zeker nog een volgende keer hier te ontmoeten. Want er zijn daar genoeg andere onderwerpen nog voor een psychiater. Hier in de uitzending en het programma Jungle 2. Dankjewel voor de komst hier naar de studio. Geen dank.